Jongeren redden het niet altijd op eigen kracht. Rotterdammers tussen de 18 en 27 jaar kunnen voor hulp onder andere terecht bij het jongerenloket. Vandaag in 7 minuten de proef getiteld Binnen beginnen. Medewerkers van het jongerenloket bezoeken gedetineerden 4 tot 6 weken voordat ze vrijkomen. De hulpverlening begint dus al binnen in plaats van na vrijlating. Eigenlijk is het de bedoeling op het moment dat ik al binnen met ze spreek, is dat ongeveer 4 tot 6 weken van tevoren, voordat ze vrijkomen. En dat ik dan met ze spreek om binnen eigenlijk al de dienstverlening op gang te brengen. En dat houdt in het regelen van huisvesting, het nadenken over of ze terug naar school willen, of dat ze gewoon graag aan het werk willen. Daarnaast al bijvoorbeeld contact te leggen met Reclassering Nederland of andere reclasseringstoezicht. En van daaruit probeer ik gewoon in kaart te brengen wat er allemaal noodzakelijk is voor ze om ervoor te zorgen dat het beter met ze is na de gevangenis. En dat eigenlijk binnen no time de dienstverlening op gang kan komen. Vaak is het zo, als ze te lang vrij zijn en er is eigenlijk geen zicht op binnen korte termijn die dienstverlening, dagbesteding, huisvesting, inkomen, schulden oplossen, noem maar op. Dan is de kans op recidive die is dan iets groter, omdat ze toch weer in oude patronen zullen vallen dan. Mijn aanpak, ik denk dat het ook mijn kracht is, dat ik gewoon een relaxed gesprek met ze aanga. Weet je, ik ga naar binnen en ik stel mezelf netjes voor. Ik leg eigenlijk ook uit wat het inhoudt, wat ik kan doen. De meeste jongens komen mij terug. Dus ja, ik denk dat ze er wel vertrouwen in hebben en het een prettige manier van samenwerken vinden. Ik denk dat ik het prettig vind om met mensen te werken en een stukje en goed te kunnen begeleiden, helpen. En dat voelt gewoon heel prettig. Ik kan een hoop voor ze inzetten. En als het dan lukt, hè, als er een succesmoment is, ja, dat is ideaal. Aangekomen op het ponton bij Krimpen aan de IJssel worden we aangesproken door een jonge jongen met een vuilniszak in zijn hand. Ik kom uit Utrecht, ik ben 18 jaar en ik werk zelf en ik zit ook op school. Yes. En waarom sta je hier met een vuilniszak? Omdat ik net vrij ben. Detentie. Ik heb niet lang vastgezeten, ik heb net 14 dagen vastgezeten, maar... Het is wel waar, tussen mensen van 30 jaar. Voel je jou daar niet thuis? Want dat is. Het laat jou wel denken. En je hebt een beslissing genomen en wat voor beslissing is dat? Het is gewoon verder gaan met school en alles, gewoon mijn schema houden. Wat heb je allemaal in je vuilniszakje zitten? Kleren. Ja, de kleren gewoon. Dikke, schone kleren. Hier zitten mijn oude kleren. Ja. Roel, wanneer jij hem een beetje hoort, wat hoop je voor hem? 18 jaar, wat hoop ik voor hem? Gewoon dat hij straks naar huis toe gaat en goed heeft na kunnen denken waarom hij binnen zit. Allereerst. En toch ook gelijk datgene gaat oppakken wat nu noodzakelijk voor je is. Ik heb geen hulp nodig, maar alsnog ga ik wel naar de reclassering. Maar komt goed. School afmaken, hè? Ja, komt goed. Belangrijk. Yes. De teleurstellingen waar ik mee te kampen heb, ja, dat kan heel divers zijn. Kijk, een teleurstelling is voor mij op het moment dat ik een jong spreek in de gevangenis. En ik maak duidelijke afspraken om terug te komen op het jongerenloket voor zijn vervolggesprek. En hij komt niet opdagen. Ik denk dat dat mijn grootste teleurstelling is. Nou, daarnaast zijn er andere teleurstellingen zoals bijvoorbeeld het inkomen wat aangevraagd wordt, dat er niet doorheen komt. Of dat bijvoorbeeld het opstarten van huisvesting niet zo snel gaat als dat we graag zouden willen. De allergrootste teleurstelling is zeker op het moment dat ze weer de gevangenis in moeten. Want dan heb ik wel het gevoel dat het geen nut heeft gehad. Wat wij hier doen is wij scannen
op basis van leeftijd, want het gaat dus om jongeren tussen de 18 en 27 jaar, die die binding hebben met de regio Rotterdam. Als mensen daaraan voldoen, dan worden ze door onze eigen case managers worden ze benaderd of zij in gesprek willen gaan met Roel over het jongerenloket en wat ze voor hun kunnen doen. En van die 55 die dat de afgelopen 10 maanden dat ze daarvoor zijn geselecteerd en een gesprek hebben uitgenodigd zijn voor een gesprek, hebben 35 dat daadwerkelijk gedaan. En van die 35 heeft zo'n 90% zich dus gemeld bij Roel na detentie. Ook dat er al een gesprek is geweest met Roel maakt het ook laagdrempeliger om na detentie je daar te melden. Het zou mooi zijn als we die 20 gedetineerden die zich nu niet hebben gemeld, die niet in gesprek willen gaan met Roel, dat wij hier binnen ook kunnen zorgen dat er toch wat meer ook nog in gesprek willen met Roel. Ja, jongens vinden het soms zo, die denken ik regel het zelf wel. Maar het is gewoon fijn dat dit soort dingen zijn, want er komen veel dingen op je af als je weer naar buiten gaat. En het is gewoon zo belangrijk dat je nadenkt over je opleiding en wat je wil met je leven en wat voor werk je zou willen doen en wat voor werk je zou kunnen doen. En het is fijn dat er instanties zijn die je daarbij kunnen helpen als je daar vraagstukken op hebt. Ik vind dit fantastisch, dus ik wil hiermee doorgaan. Ik vind dat er meerdere gevangenissen bereikt kunnen worden, want het is niet alleen maar de 3 gevangenissen zoals de Schie, Hoogvliet en Krimpen waar Rotterdamse gedetineerden zitten. Dus ik wil ook graag mijn horizon gaan verbreden naar bijvoorbeeld Dordrecht, naar Zoetermeer, naar Alphen aan de Rijn. Dat is in ieder geval mijn droom, in ieder geval ja, mijn toekomst denk ik. Je merkt gewoon, in het begin vinden ze het een rotproject en later dan komen ze altijd terug. Of ze komen met de eerste baby, of ze komen vertellen dat ze werk hebben, of ze komen heel stoer met de eerste auto. Er ontstaat op een gegeven moment een band met de jongeren en ja, dat is juist niet beschrijven hoe dat komt. Misschien de manier van werken en ik heb dat gelukkig meegekregen van mijn vader.